Voor de serie Vrijwilligerswerk in Noord zijn we het gast in de Andreaskerk en we interviewen Bas Ruizenveld. Wat voor soort vrijwilligerswerk doe jij? Ik ben voorzitter van de diaconie en daaruit volgt eigenlijk alle vrijwilligerswerk wat ik doe. De diaconie houdt in dat we ons bezighouden met het sociaal zwakkere in de maatschappij. Enerzijds mensen van onze eigen gemeente, maar in principe voor iedereen. Dus alle mensen in de wereld, zeg maar. En wat we dan, een van de dingen die wij doen als diaconie is geld geven aan bepaalde buitenlandse projecten. We hebben daar een bepaald beleid voor. Zo hebben we een project in Zuid-Afrika, we hebben een project in Suriname en nog een project in Zuid-Afrika en een project in Cambodja. Voor Nederland geven we de meeste geld geven we aan zodat één ouder gezin met vakantie kunnen, een week. En daarnaast bestaat ons vrijwilligerswerk dat we ons hebben min of meer verbonden met een professionele organisatie hier in Rotterdam-Noord. En dat we die ook ondersteunen. Welke organisatie is dat? Dat is Wijkpastoraat Oude Noorden. Zelf, omdat ik dat kan doen, hè, ik ben gepensioneerd, zeg maar. Zelf doe ik daarin het meeste voor wat betreft onze kerk. Ik ben coördinator van de voedselbank van de Hildegardes. En daar heb ik op een gegeven moment een ziekte mens komen. We hebben daar een behoorlijk leuke koffietafel hebben we ingericht met lekkere koekjes en koffie. En we nodigen de mensen uit die komen, drink ook even een kopje koffie. Zo ben ik gaan praten met de mensen. Mijn beroep is een life coach. En een life coach bemoeit zich met de vraag van mensen van wat wil je eigenlijk met je leven? Wat wil je bereiken met je leven? Zo ben ik met die mensen begonnen en de mensen die dat wilden en wilden veranderen, die ben ik gaan coachen en meestal volgt daaruit dat die mensen een opleiding nodig hebben, een aanvullende opleiding nodig hebben. En als ze die hebben gehad, dan daar zoeken we dan de fondsen bij. We gaan ook met ze mee om de opleiding te kijken welke de beste is. En en dan gaan ze naar school en dan gaan ze opleiding volgen en daarna gaan we kijken of we werk kunnen vinden voor ze. Kijk, wij zijn kerk in Rotterdam-Noord, dus we willen ook de meeste aandacht hebben voor Rotterdam-Noord. Dat is ons aandachtsgebied. En toen ben ik in contact gekomen met de dominee van het Wijkpastoraat, dat is Barry Hudeking. En die heeft mij toen gezegd van, of tenminste, ik vroeg hem wel eens, kunnen we niet eens projecten bekijken? We betalen en kunnen we ook niet eens projecten gaan bekijken? Hij zegt, waarom kom jij niet naar de voedselbank? Nou, ik doe dat met vreselijk veel plezier. Ik moet ook zeggen, het hele werk, ik doe dat nou al een 2 jaar, denk ik. We hebben de eerste geslaagden hebben in huis, zeker. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. En dus daar, die moeten nou aan de bak, zeg maar. Ik moet zeggen, de klanten van mij voor de coaching, dat zijn voor 95% zijn dat alleenstaande vrouwen met kinderen. En ik heb een geweldig respect voor ze, want het is een gevecht, hoor. Hoeveel uur besteed je wel niet aan het vrijwilligerswerk? Nu? Ik denk, 40 uur in de week. Wat is nou het belangrijkste voor jou, wat je terugkrijgt van het vrijwilligerswerk? Ik krijg ontzettend veel terug. Wat mij betreft zeg ik, enerzijds is het kunnen en mogen helpen, maar het kennen van de mensen, ja, dat is veruit het leukste aspect. Is er nou nog iets wat je zou willen zeggen of een oproep doen voor onze kijkers in Noord? Wat ik meemaak is dat de bewindvoering, dat daar veel fout gaat in de bewindvoering. Mensen die hebben dan schuldsanering en die krijgen een bewindvoerder toegewezen. En dat is, de hele bureaucratie en alles wat er een rol speelt, dat vind ik min of meer een ramp. Dus eigenlijk een oproep aan landelijke politiek om daar eens kritisch naar te kijken. Ja, ik zou graag willen dat er, en misschien is die er ook wel, dat er een code zou worden ingevoerd die ook nageleefd moet worden.